14 oktober. Ik zie het al. Ja, meisje. Maar oké, ik ga deze wel weer even eten geven, want die moet iedere keer een beetje eten. Nee, want ze eet niet zoveel. Maar ze begint wel aan te komen, beetje bij beetje. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is vandaag alweer woensdag 14 oktober wil er staan. En het is een dikke piesdoosie, al bijna 3 uur. 14 uur 55, maar ja, dat kan de pret niet drukken. Ik heb er ook aan de telefoon en dat is Karin. Ja, ook die is weer van de partij, of niet dan? Ja, en ik vergeet wat. Vergeet ik wat? Ja, wat is? 14 oktober, ja, er is geloof ik eentje jarig of zo, maar dan keert op de kalender kijken, dat heb ik nog niet gedaan. Nee, ik heb nog niet op de kalender gekeken. Dan ben je wel heel erg bezig. Nou, dan gaan we kijken. Ja, moet je even geduld hebben, we gaan kijken. Ik moet even een stopwis zien te vinden. Oh, die staat daar. Die staat daar. Nou, neem die ter hand. Nou, dan wordt daar een flinke huishouden gehouden bij die vrachtwagen. Nou, dus gaan we naar de wc. Welk idee. 14 oktober. Ik zie het al. En. Ja. Voor dat andere moest ik heel goed lezen, want dat was zo klein. Ja, eentje jarig en jij gefeliciteerd met je maagverkleining. Ja, want ik ben 6 jaar. Ja, is het dan niet 6 jaar geleden? Wat gaat dat hard. Jeetje, echt. Dat gaat hard, 6 jaar. Ja. Ja, echt wel. Zo. Ja, en Rick Veldhuis is jarig. Ja, klopt. Dus. Nou ja. Hij zit toch denk ik nog wel op Facebook, niet? Ja hoor. Ja, daarom. Dus. Maar oké, lieve schat. Dan, je gaat een beetje flappert nogmaals. Ja, dus. Ah, met je 6-jarige maagverkleining. Maagverkleining, maar ik ben gewoon in principe gewoon nieuwjarig. Opnieuwjarig? Ja, want als je dus een maagverkleining hebt, dan gaat je tweede leven in. Oké. Okay. Dat op Second Life was. Nee. Ja, ook op Second Life gaat je ook je tweede, dat is ook je tweede leven. Ja. Dus. Maar oké, lieve schat, ik zal Rijke uitlaten. Die staat nou voor het raam te koekeloeren, maar ze ziet denk ik dat amper wat en dat vindt ze ook niet leuk met dat folie. En ik ben blij dat die planker aan de buitenkant er in ieder geval er al op zit. Ja. Dan kun je daar ook heel weinig koekeloeren. Ja, er zit een plank buiten, ik zal het jullie even laten zien. Er zit een plank buiten, aan de buitenkant van de poort. Dat heeft die man van Cerelo gedaan. Ja, ik denk dat jullie dat zo wel kunnen zien. Nou, ik vind het geweldig, dan moet er aan deze kant nog. Maar ja, meneer die appt nooit en die komt altijd onverwacht. Of hij komt niet, als je hem wel verwacht, dan komt hij niet. Verwacht je hem niet, dan komt hij wel. Ja. In plaats van dat hij even fatsoenlijk appt van ben je thuis of wat dan ook. Nee, dat is er niet bij. Maar oké, ik ga Rijke uitlaten en ik hoop dat ik je nog spreek. Of blijf je hangen? Ik blijf hangen. Oh, blijf je hangen? Oké, nou ja. In ieder geval, ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesboel. Ik ben de gekke Corina en dan hebben we Ewin
We hebben Rijka en we hebben Kandalf, die ligt buiten op de picknicktafel. Ja, wat hij daaraan vindt om daar te liggen op die picknicktafel, want zo warm is het niet, nee. Het is vreemd, gek, raar weer. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Maar oké, ik ga er even vandoor. Karin blijft hangen. Nou ja, die kan moeilijk gaan blijven praten tegen jullie, want die zien niks. Enkel jullie horen geluid, nou, dat is ook niet leuk. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer thuis. Rijka heb ik al lang al thuis uitgelaten. Toen bleef Karin aan de telefoon hangen. Dat ik weer thuis was, heb ik weer even verder gesproken met Karin. En ik had Eowyn haar medicatie gegeven. En eten gegeven. Kandalf is binnen, die had ook al eten gehad, maar ja, hij heeft dat alweer op. Ik denk, nou ja, Bert krijgt hij straks weer. Wanneer het weer etenstijd is. Ik ben ook al weg geweest, weer op de booster. Ik ben, even zien. Eerst nou op is op, toen naar DNA. Toen naar het kruidvat daar, toen naar het kruidvat daar. Ik heb bij Zeeman gevraagd. Nou, langs vijf winkels ben ik geweest. Voor die doorzichtige mondkapjes. Dat leunt tegen je kin aan die ene. Die ik van de week heb gezien, had ik hem toen maar gelijk gekocht. Die leunt tegen je kin aan. Dus die heeft dan al afstand van jouw gezicht. En dan is die maar, het is maar een klein dingetje. Gaat me net voor je neus langs. Dus moet je niezen, dan nies je tegen het schermpje aan. Of wat dan ook. Mijn ogen zijn weer vrij vanwege je bril. Dus ja, men kan jou zien lachen. Men die, degene die doof zijn, die kunnen zien wat jij zegt als je duidelijk praat. Maar dat kan met die stoffen dingen dus niet. Dus denk na, als je een monddoekje gaat kopen, koop een doorzichtige. Vooral als er mensen zijn die jou aanspreken, die jou niet kunnen verstaan. Omdat jij een dicht monddoekje om hebt. Ja, dat helpt niet. Trouwens, dat helpt sowieso niet. Het is allemaal bangmakerij. Nee, dat weten we wel. Ja, het is allemaal bangmakerij. Ja. Want de corona die bestond al in de 18e eeuw. Ja. Hé? Ja. Ja, meisje. Maar oké, ik ga deze wel weer even eten geven. Want die moet iedere keer een beetje eten. Ja, want ze eet niet zoveel. Maar ze begint wel aan te komen. Beetje bij beetje. Hé, meisje. Hoppie. Maar dan ga ik zo ook weer aan het werk op de computer, want ik heb de camera ook geleegd. Want, ik moet toch weer dat allemaal gaan inplannen en alles. Dus ja, komt ook allemaal goed. Ik heb het nog druk als een klein baasje. Hé, Rijka? Ja, ik ga koffie maken. Ook dat ga ik doen, want ik heb dorst. En ik heb zin in wat lekkers. Ik weet nog niet wat, maar oké, komt ook wel. Ik zou zeggen, geniet ze verder van deze bijzondere, rare, vreemde dag. Je kan nou nog uit eten als je wilt. Om 22 uur sluit de boel, zover ik het begrepen heb. Dus ja. En de jeugd, nou ja, je mag 4 weken geen drank kopen, hè? Nee, eraf blijven. Maar hoe zit het met ons? Ik ben een wijntje gewend bij mijn eten. En later op de avond. Ik drink dan 2 wijntjes. Nou, dat is niet veel wel. Maar dat wordt straks door oma Gent belemmerd. Want oma Gent die wil het hebben dat het uit de supermarkt de schappen zo lang weggehaald wordt. Ze zijn me jokken. Wat heeft drang met corona te maken? Ja, oké, bij de jeugd. De jeugd die drinkt hun dronken en die gaan dingen doen wat niet mag. Vernielen, brandstichten, weet ik veel wat nog meer. Ja, dat moeten ze gewoon niet doen. Dus de jeugd
die moet er ook blijven. Maar we hebben paspoorten, we hebben ID-kaartjes, identiteitskaartjes. Nou, onder de 20 jaar sowieso. Ja, auw, dat ben ik. Eeuwin. Je moet gewoon alert wezen wie jij het verkoopt en anders paspoort vragen. Laat me zien hoe oud je bent. En is het een snotneus? Nou, jammer dan. Wegwezen. Maar je krijgt hier geen drank. Simpel. Hé, ja. Want anders gaan ze het ergens of stelen hoor. Ze breken gewoon in. Ze gooien een steen door het raam van een kroeg en ze breken in. Dat ga je krijgen hoor. Ja, dat ga je krijgen. Echt wel. Kom op, denk na. Maar dat kunnen ze daar niet. Nee. Echt niet. Wilders, die moet je hebben. Ja, die spreekt tenminste recht uit zijn hart. Die zegt waar het om gaat. En ja, en ik heb nog weer wat gehoord. Ja, nou ik hou mijn mond er maar over. Maar Rutte die heeft iets gezegd. Nou, ik heb het zelf helaas niet gehoord. Want ik kijk er al niet eens niet meer naar. Ik doe het, mijn huiswerk op een andere manier. Maar ik hoorde nou iets, ja. Er werd gevraagd hoeveel percentage aan cijfers het was, hè, qua overledenen van de corona. Oh, dat was laag. Was laag. Ja, wat laag? Kom met cijfers. Ja, is laag. Nee. Daar wordt niet naar gevraagd. Kom met cijfers. Maar dat weten ze zelf niet eens. Maar wij worden gewoon om de tuin geleid. Ze willen... Ga toch heen. Er zit een of ander beetje op mijn neus. Bah. Maar in ieder geval, wat ik al eerder heb gezegd, wij worden bang gemaakt. Wij, het volk van Nederland, wordt bang gemaakt door de media. En niet alleen nog Nederland hoor, nee, de hele wereld. Kunnen we beter zeggen. De hele wereld wordt bang gemaakt door de media. Door de regeringen. Waar ter wereld dan ook. Dan is het zo, corona bestond al ergens in de 18e eeuw. Waarom is er toen al nooit niet een medicatie uitgevonden? Hadden ze toen al kunnen gaan doen, net als voor de griep. Of wat voor ziekte dan ook, waar je medicatie voor hebt. Vorig jaar hadden we die griepgolf. Die was ook zo heftig. Er zijn er toen meer aan overleden dan tot nu toe het geval is door de corona. Maar bij. Er zijn mensen die hebben kanker. Die wachten op een operatie. Zodat ze dat misschien nog langer te leven hebben. Die worden helaas niet geholpen door vanwege dat er corona is. Die mensen die komen te overlijden. Weet je wat we dan krijgen te horen? Is overleden door corona. Nee! Dat vrouwtje die al oud was, twee keer corona gehad. De eerste keer heeft het overleefd. Nou is ze overleden. Maar wat zeggen ze gisteren ene erbij? Dat zeiden ze eerder niet. Dat ze al ziek was, dat ze al ernstig ziek was buiten de corona om. Ze markeerde al het een en het ander. Ja, en dan ook de leeftijd nog. Dat vind ik gek. We gaan trouwens allemaal een keer. Vroeg of laat. Is het nu niet, dan is het dan wel. Maar mensen, word wakker. We worden bang gemaakt. Die doekjes helpen niet. Schijnveiligheid en het is bewezen. Er is ook al een kind aan overleden. Die mocht geen doekje dragen van de dokter. Dat werd toch verplicht. Kind is ook heen. Is ook overleden. Maar dat wil je toch niet? Gebruik je verstand, mensen. Alsjeblieft, word wakker. Ja, want dit is bullshit. Hé? Ja. Maar nu ga ik aan de gang. En ik zeg, wees niet bang. Ga door met datgene wat jullie doen. Wees lief. Wees aardig naar elkaar.
Hou enkel het enige wat je moet doen. Hou die 1,5 meter afstand. En ga ervoor. Ja. Alles wordt wel weer gesloten, maar je kan ook andere leuke dingen buiten de deur doen met mooi weer. Ja, leer je kind, als je kinderen hebt of kleinkinderen hebt, leer die wat meer over de natuur. Dat ze daar respect voor gaan krijgen. Want ook dat is heel weinig. Dat er mensen zijn die te weinig respect hebben voor de natuur. Waar ik gisteren met Rijka was, in dat park, dat is geen hondenuitlaatgebied. Wat gebeurde daar? Jullie hebben het kunnen zien. Allemaal loslopende honden. Rijka, die zat bij mij op de booster. Die heeft niks gedaan hoor. Ja, een plasje. Nou ja, dat zakt weg. Maar ontlasting, een poepje. Die andere honden doen ook dat en wordt niet opgeruimd. Terwijl geen hond los mag daar. Moet je aangewezen houden. Het is geen bosloopgebied. Maar het wordt wel allemaal gedaan. Nou, wegwezen. Heb respect, mensen. Ook voor de natuur. Niet alleen voor de mensen. Niet alleen voor de dieren. Maar ook voor de natuur. Het groen. De bomen. Het gras. De struiken. Heb daar ook respect voor. Ja, hou het mooi. En dat werd niet gedaan. Vind ik zonde. Ja, en leer je kind of je kleinkind dat. Ga de natuur in als de boel weer gesloten is. Ja, dan leer je zelf ook je genieten van. Je longen gaan open, heerlijk die geur. Geen doekjes voor. Heerlijk. Doe dat. Dat is mijn tip voor jullie de komende 4 weken. Als de boel weer op slot is, ga er gewoon op uit. Wees lief voor elkaar, op 1,5 meter, behalve een koppel of een gezin, dat het bij elkaar hoort, dat er iets niet nodig. Maar ja, voor de rest is wel nodig, hou afstand en je hoeft geen doekje voor. Dat is allemaal bullshit, flauwekul. Ja, met die monddoekjes verplicht. Daar. Laat je zelf maar ziek worden. Ik hoef niet ziek te worden van mijn eigen bacteriën die ik in dat doekje niet. Nee, niet nodig. Maar ik zou zeggen, geniet. En we horen elkaar later weer. Doei!